Ja, Mario, weer in de punt van de aanval dit weekend, hè? Ja, klopt. Voskamp is geschorst, dus ik mag weer. Dat blijft toch jouw favoriete positie eigenlijk? Ja, het is wel mijn voorskuspositie, ja. Maar ja, buiten dat om ben ik gewoon bereid om te spelen op elke positie waar de trainer me nodig heeft. Ja. Ik begrijp van de mensen die bij de wedstrijd tegen Willem II zijn geweest, dat er ondanks de nederlaag onder Spartanen best veel optimisme over jullie spel is. Delen jullie of deel jij dat ook? Ja, ik denk dat we wel met name tegen Willem II wat meer vooruit voetbalden. En inderdaad wat opportunistischer. En ja, ik heb ook van veel mensen gehoord dat er meer strijd en passie in zat. Dus dat is wat ze wilden zien. Dus als dat zo is, dan gaat het de goede kant op. Ja. Nu thuis tegen Volendam. Wat weet je nog van de uitwedstrijd van dit seizoen, van die tegenstander? Het was een... Ja, we zijn daar volgens mij nog goed weggekomen. In de eindfase ook nog. Het was een 1-1 gelijkspel. Ja, Volendam is een ploeg die heel opportunistisch speelt. Veel doordekken. Met veel ruimte achter de verdediging. Dus ja, ik denk dat daar ook weer mogelijkheden liggen voor ons. Ja, is eigenlijk ook een wedstrijd die jullie, maar als je dan sec kijkt naar de ranglijst, die jullie zouden moeten winnen. Ja, ik denk dat we elke wedstrijd zouden moeten winnen. Ik bedoel, aan het eind van de dag blijven we Sparta. En ja, moeten we toch domineren op het veld. En of dat tegen Volendam of met alle respect de FC Os is of wie dan ook, dat maakt eigenlijk niet uit. Merkte jij dat het deze week even misschien wel puzzelen was over hoe alle plekken door de trainer ingevuld moesten gaan worden? Of was het voor jou en voor jullie heel snel duidelijk allemaal? Na de schorsing van Voskamp bedoelt u? Ja, nou ja, ik had wel verwacht dat ik een plekje door zou schuiven. En ja, dan is het nog de vraag wie er op 10 gaat spelen. Dus Soufiane is terug van zijn blessure natuurlijk, dus dat zou ook een optie zijn. Maar als het goed is, wordt het Mimoun. Dus werd vrij snel duidelijk dat het zou worden. Wat verandert er nu dan concreet voor jou? Moet je je spel dan weer heel erg aanpassen ten opzichte van de rol die je vorige week had? Ja, eigenlijk wel. In verdedigend opzicht verricht je als spits natuurlijk iets minder werk. En het is nu, ik speel nu misschien wel wat meer met mijn rug naar het goal in plaats van met mijn gezicht naar het goal. En je moet nu wat meer fungeren als aanspeelpunt in plaats van iemand die om het aanspeelpunt heen beweegt.